Goed zo. Boom. Burger time. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en een nieuwe week is begonnen. En het is super lekker weer buiten. En ik heb me even omgekleed en dit is wat ik aan heb vandaag. Dit jasje is van Pepe Jeans, mijn tas is van Gucci. Dit shirt is van ASOS, ik zal alle linkjes hieronder posten. Deze broek is van de Bershka, die vind ik echt super leuk. En ik heb die platforms van Vans. En als ik ze kan vinden, iemand had laatst volgens mij gezegd, oh Moda, maar dat weet ik niet meer, ik zal even zoeken. Post ik ook een linkje hieronder. Dus dat. Ja. Olivia's wc-rol aan het opstapelen. Wordt dit rol 5? Ja. Goed zo. Nummer 6. Doe maar, zet hem maar op. Ja. Oh, goed zo. Goed. Klappen. Boom. Ja. Nog een keer. 1. Deze. 2. Is het? Een... Goed zo. Wat is dat nummer? 2. Zet hem maar op. Zet hem maar op. Waar moet hij bovenop? Waar moet hij bovenop? Ja. 3. Deze? Daar moet hij bovenop. Ja. Klopt. En deze? En deze? Op de toren. En deze? Nummer 6? Oh, wat ben je toch een goede bouwerin? Ja. Oké, ik heb gekookt en gegeten. En Olivia naar bed gebracht. En Sander is al naar boven. En ik heb lekker deze bak met snoep. Dit zijn zo lekker. Thumbs up als je deze ook echt gewoon voor live eet. En M&M's en thee. Dus we gaan lekker even een serietje kijken boven. En ik denk dat ik even mijn telefoon beneden laat. Ik probeer steeds minder op mijn telefoon te gaan. Ik ben niet echt een extreme telefoon addict. Sander is wel echt veel erger dan ik. Met telefoon addiction. Wie is bij jullie meer telefoon addict? Jij of je vriend? Daar ben ik wel benieuwd naar. Bij iedereen die ik ken verschilt het. Sommige meiden die ik ken. Claire is bijvoorbeeld helemaal niet heel erg met haar telefoon. En ik weet niet. Sommige meiden zijn heel erg met hun telefoon en de ander weer niet. Maar ik niet echt. Ik vind het ook heel saai om op mijn telefoon te gaan. 'S Ochtends of zo is het wel leuk om even Instagram te kijken. En ik vind online shoppen op mijn telefoon dus heel chill. Ik doe dus heel veel... Ik heb al die apps en zo. Dus vind ik altijd chill om te kijken wat er binnen is bij ASOS en zo. Maar aan het eind van de dag ben ik altijd wel klaar mee. Dus ik laat het beneden. En ja, ik ben benieuwd hoe het met jullie telefoonverslavingsgedrag is. Maar I love my phone, don't get me wrong. En ik moet echt allemaal troep van werk nog meenemen naar boven. Maar dat gaat wel goed komen. Good morning, het is vandaag dinsdag en het is echt... super benauwd buiten. En ik heb weer eens een keer deze roze hoed opgezet. Van Lack of Color volgens mij. Dat heb je ook op ASOS. I don't know. En ik heb de jurkje aan van Tula Rosa via Revolve. Die is alleen wel uitverkocht. Volgens mij heb ik hem echt al 3 of 4 jaar. Maar ik vind hem nog steeds super leuk. En dit vest van Kira bij Kim en mijn supergas. En ik ga werken. Ik ga e-mails doen. En what else? Fotootjes maken. Usual. Day at the job. Ik moet vooral heel veel e-mails doen vandaag. En ik heb eigenlijk niet echt iets heel boeiends gepland. Het is gewoon echt een standaard werkdag. Normaal had ik best wel veel afspraken en dingen, maar niks boeiends vandaag. Dus dat is ook wel chill. Oh jongens, ik ben zo'n slechte vlogger. Ik heb de hele dag niet gevlogd. Ik heb ook echt niks boeiends gedaan. Dus jullie hebben niks gemist. Het is nu 9:30 of is het al 10 uur, San? 9:56. En Instagram is offline. Boe. Net nu ik een foto heb geüpload. Ik hoop dat die dan nog wel likes krijgt. Ja, het is maar de tweede keer in een korte tijd dat Instagram offline is. Hè, schat? Was het ja, misschien komt dat door die gezichtjes die ze vandaag hebben geüpload. Ja, je hebt nu die filters dat je zeg maar net als Snapchat je face kan laten zien. Anyways, ik ga naar boven en ik ga mijn make-up van mijn gezicht afhalen. Dat moet ook gebeuren. Morgenochtend moet Olivia naar de crash. Ja, that's the end of my story. Wauw. Hey, goedemorgen. Het is woensdagochtend heel vroeg en ik ga Olivia naar de crash brengen. En dan ga ik naar Knap voor de laser van mijn gezicht. Vandaar dat ik geen make-up op heb. En dan ga ik lekker naar kantoor, want ik moet superveel kantoorwerk doen. Vooral heel veel foto's editen. Dus ik neem jullie gezellig mee. En Sander en ik zijn gezellig samen Olivia naar de crèche aan het brengen.
Hoi. En het is super lekker weer. Ik heb deze trui aan. Ik heb shorts aan. Maar die trui hoeft eigenlijk niet eens aan. We zeiden net tegen elkaar, het ruikt echt naar zomer. Zo lekker. Zo lekker. I love it. Dus ja. En Olivia zit ook lekker in haar wagentje. Waar ze bijna uit aan het groeien is, lijkt wel. Hè? Tot hoe oud kan ze ook weer in? 2. In dit... Ja? Dat is zo echt dat je mij dat praat. Ik weet het niet. Nee, ja, ja, ik heb volgens mij vorige keer gezegd 2,5, 3 of zo. Dat is het ongeveer. Oké. Okay. Nou. En dan bij de volgende gaat ze, mag ze hier opstaan? Oh ja, dat is leuk. Ik ben op kantoor aangekomen en ik ben nog een beetje rood van de laser. Voor degene die het vorige keer vroeg, ik doe dus de clearlift laser. Dus dat. En ik ga werken. Ik heb superveel computerwerk te doen. En trouwens, deze trui, die hoeft mensen een keer vragen over gesteld. Die is van Tommy Hilfiger. Ik denk dat hij er niet meer is. Maar ik denk eigenlijk dat ik hem ga verkopen op mijn closet sale op 27 mei. Voor degene die het nog niet weet, ik link het hieronder. Ik ben weer thuis en ik zie er lekker verwilderd uit. Ik ga even douchen en wat spullen meenemen, want ik ga naar het strand. Het is 30 graden en ik ga naar Noordwijk met Kay en Claire. En dan gaan we gezellig eten en wat fotootjes maken. En ik heb wel zin om echt even te chillen. Vandaag is echt zo'n stressvolle dag op werk. Met projecten en dingen. En ik moet volgende week naar Londen en... Er is allemaal gedoe in ieder geval. Dus ik ben wel even klaar met deze dag. Maar goed, helaas niet elke dag kan een feest zijn. Dus ik ga eventjes onder de douche en mijn spullen pakken. En Sander en Biebs gaan denk Olivia halen zo. Want die blijft thuis met Olivia. Oké, ik ben weer verder gegaan. En het was super gezellig in het park. Ik loop alleen nu voor een terras en iedereen denkt waarom is hij aan het vloggen. Maar ik ga nu naar Kay en Claire en we gaan nu gezellig naar Noordwijk toe. En ze zien me volgens mij niet. Oh, dat was mijn telefoon. Oké, dus dat ga ik nu doen. Ik ben op het strand aangekomen en we hebben een lekker foto gemaakt. En ik ben gezellig met Claire. Hallo! En met Kay. En we hebben, ik had al een pizza op. Dus ik heb nu de artichoke en drink. En Ik heet een burger, maar dat heb ik gewoon een burger time. En we zitten bij de branding, super gezellig en chill hier. We zijn in Noordwijk. Ja. Yeah. Good morning guys, het is donderdagochtend en ik ben nog niet zo heel lang wakker. Olivia die was ook laat wakker en die is nu, tenminste volgens mij ligt ze niet te slapen. Hoort niet helemaal. En het was super gezellig gisteren. Ik heb in dit shirt geslapen. Het is zo'n lekker shirt, die van Naked. Ik zal hem hieronder linken als hij er nog is. Zelfs Sander vindt hem leuk. Sander maakt nooit zoveel complimentjes over mijn kleding. Tenminste, dat snap ik ook wel. Want ik kleed hem 100.000 keer per dag om. Dus die denkt ook, het zal wel. Maar die zei zelfs vanochtend, dat shirt is zo leuk. Ik ga trouwens dit palet weer gebruiken van MAC. Voor mijn make-up. Dat is het Warm Neutral Palette. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Want ik gebruik deze kleur voor mijn wenkbrauwen. En dan deze allemaal voor mijn ogen. En het is gewoon chill met reizen. Dat je niet allemaal verschillende dingen mee moet nemen. Deze past gewoon in die nieuwe Louis Vuitton tas. Toilettas. Dus dat is chill. En het was heel gezellig gisteren. Ik was rond 12 uur thuis. We hadden nog heel veel gekletst in de auto. En het was super leuk. En nu moet ik een project voor Instagram shooten. En dan heb ik ga volgende week naar Londen 4 dagen met Olivia en Sander voor een kerstcampagne. Die we met de hele familie schieten. Dus dat, ik moet vandaag allemaal kerstoutfits shoppen daarvoor. Want ik doe de styling zelf. En ik mag er nog niet te veel over zeggen. Maar Olivia komt ook op de foto's. Dus dat is superleuk. Maar wel nog heel veel werk. Dus maandagochtend vroeg vertrekken we en dan zijn we donderdag weer terug. Maar ik neem jullie natuurlijk de hele week mee. Ik ben heel benieuwd met Olivia. Ik vind het toch wel spannend met Olivia reizen.
En die week erop ga ik of naar Milaan of naar Parijs. Dat hoor ik denk ook vandaag. Dus dat is allemaal wel leuk. Ja. Ik moet alleen gewoon heel veel doen de hele tijd. Ik zit echt heel lang tegen jullie aan te praten, sorry daarvoor. Ik heb wel een beetje stress, want ik moet veel doen. En ik vind het dus wel spannend met Olivia, die shoot en dat reizen en zo. Maar het komt vast helemaal goed. En het is best wel moeilijk om aan leuke baby kerstkleding te komen, want het is nu mei. Maar goed, we will make it work. En vanavond heb ik volgens mij niks. Dus ja, ik ga mij verder opmaken en jullie niet langer lastigvallen met mijn eeuwige gepraat. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik heb weer een andere top aan. En ik ben aan het koken. Ik heb vandaag de hele dag thuis gewerkt en ik probeer mijn deadlines af te krijgen, maar het wil niet helemaal lukken. Dus dat wordt vanavond doorwerken. Ik heb echt zin in vakantie. Maar Sander en ik gaan de laatste week van juli gaan we op vakantie. En ik ben aan het maken de vegetarische pasta. En het water ook. Oh, en ik moet Bibi's haar even laten zien, want Bibi's haar is echt te mooi. Kom eens, Biebs. Bibi heeft de haar ingevlocht, want morgen is het Cito-uitblaasdag. Ik weet niet wat dat is, maar dat kan Bibi niet vertellen. Nou, dat is een soort van, ja, hoe noem je dat? Een soort van sportdag. Degene die weet wat sportdag is. Ja. En dan heeft iedereen een eigen gedeelte. En dan, ja. Ja, jullie hebben toch een dansje ingestudeerd? Ja. Leuk. En daar heb je de vlechten voor gemaakt, ja, toch? Ja. Mag ik kijken? Ja. Ze hebben het echt zo mooi ingevlochten. Ik wou dat ik dat zo strak kon. Ik moet dat ook echt oefenen. Ja, moet je echt leren. Ook voor ons straks. Ja, dus ja. YouTube tutorials, kijk, jij ga ik zeker doen. En Olivia en Esme en Sander zitten gezellig aan tafel. Wij gaan tandjes poetsen. Tanden poetsen. Olivia heeft een babyafstandsbediening. Die ze nu heel hard in de wasbak gooit. Hey, je moet je tandjes poetsen. Olivia heeft een super mooie tandenborstel. Doe maar goed zo. Doe maar zo. Wat wil met voor doen? Ga jij tanden poetsen? Echt, als ik deze tandpasta ruik, dan krijg ik zo. Het is zo lekker, hè? Ik krijg zulke flashbacks, dat is niet normaal. Wil je meer? Wacht. Moet ook in de wasbak. Alles moet in de wasbak. Ja. Nee, maar even goed poetsen. En ik lig weer lekker in bed. En ik ga slapen. Esmee is pas net weg, heb heel laat gewerkt. Want ik doe dus vroeg een beetje kerstcampagne. Het is zo daar om nu al zo met kerst en marshmallows en alles kerst bezig te zijn. Dus een marshmallows hoort niet echt bij kerst, maar ik zag toevallig net een foto van warme chocola met marshmallows. Dus ja, dat hebben we gedaan. En ik ga nu slapen, ik moet morgen heel vroeg op. En ja, ik zie jullie morgenochtend. Ik wil nog even wat dingen laten zien morgenochtend van pakketjes van kleding dat ik heb binnengekregen. Dus dat laat ik morgenochtend zien. Good morning, ik heb net Olivia naar de crèche gebracht. En ik wilde nog even laten zien wat ik... Wacht, ik heb de camera wel hier. Wat ik gisteren had binnengekregen voor pakketjes. Dus, ik heb eindelijk namelijk mijn Tommy items binnen. En het t-shirt, heel veel had ik gevraagd welk kleurtje ik uiteindelijk gekocht. Ik heb een Tommy shirt in het lichtgeel. Want ik dacht, dat is wel leuk als ik bruin ben zo. Moet ik hem trouwens even aandoen, want wat jullie hadden gezegd... Ik heb hem in de medium in de vorige vlog dat jullie dat fijn vonden. Want ik heb ook die sweater in het grijs en een jasje. Kijk, ik heb deze sweater. Deze. Ook in een medium. En ik heb... Dit gaan jullie denk ik heel leuk vinden. Ik ben er heel blij mee. Dit denim jasje ook van Tommy. Ik ben echt een logo Tommy slet aan het worden, maar goed. Ook in de medium. Dus, ik doe ze wel even allemaal aan. Eerst deze. Ik vind deze echt perfect zitten. Want ik hou dus niet van strakke kleding. Die zit zo. In een medium. En hij is wel iets rossiger dan, iets feller dan die in dit licht lijkt. Ik sta aan het licht, wacht, ik zal even het daglicht in. Kijk.
Zo zit die. En dan doe ik nog even dat gele shirt aan en die grijze trui. En dit is hoe het shirt zit. Ik vind dat echt perfect. Het is wat losser. Dat is wel leuk met denim shorts bijvoorbeeld. In de... Oh, mijn grip staat open. In de zomer. En dan heb ik nog de trui. Die zou ik nu even aandoen hierover. Oh, die is zacht van binnen. Ik heb die ook in het wit, zou ik niet weten. Ook in een medium of ook die in een large. Even niet eigenlijk. Maar ik denk dezelfde maat als deze. En die zit zo. Dus dat vind ik ook. Ik zou hem misschien nog wel groter willen eigenlijk. Dit is dus de medium. Niet gesponsord door Tommy, mocht jullie het afvragen. Maar ik krijg er gewoon superveel vragen naar. En vorige keer hadden mensen gezegd dat die items op de linkjes uitverkocht waren. Dus ik zal even zoeken en dan post ik hieronder nieuwe links waar de items nog wel beschikbaar zijn. Hopelijk. Ik denk het wel. Waar heb ik het gisteren nou gezien? Op Zalando of ASOS? Een van de twee. I don't remember. Maar goed. Ik ga ook de vlog afsluiten voor deze week. Want ik heb alweer veel te veel gevlogd. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben hieronder. Dat zou ik super leuk vinden. En ik zie jullie woensdag weer. Fijne dag.